Zijn stem en dan die achtergrondmuziek en dan bij elkaar. En dat is gewoon op een hoopje gegooid, een beetje zo gedaan en, en op YouTube gezet. Het is een van de slechtste nummers van dit jaar. Dat moet je het met me eens zijn, denk ik. Ja, ik vind het inderdaad een nummer waarvan ik eigenlijk luister en dan denk ik eigenlijk, wat hoor ik nu eigenlijk? Het is zo heel druk of zo. En het refrein, dat voelt zo heel... Het moet er allemaal in passen, zo heel rap of zo. Gehaast, ja, heel gehaast. Het is gewoon zijn stem en dan die achtergrondmuziek en dan bij elkaar. En dat is gewoon op een hoopje gegooid, een beetje zo gedaan en, en op YouTube gezet. En ik zit als kijker, zo te kijken... Naar wat zit ik te kijken? En wat, ik hoor het niet eens meer. Ja, nee. Volgens mij gaat het ook heel erg over corona, dat die tijd nu eindelijk een beetje voorbij is en dat we weer tevoorschijn komen. Dat thema, ja, dat werkt supergoed. Daar geloof ik wel helemaal in. Ik vind alleen het liedje gewoon niet zo sterk. Het lijkt alsof het per ongeluk ingezonden is naar die songfestival. Ja. Alsof zij 2 of 3 nummers bij elkaar hebben gedaan en dat op YouTube gezet. Je merkte eigenlijk al in de clip dat hij er best wel veel moeite mee heeft om die noten te halen. Dus ja, ik ben een beetje bang... voor net als Ierland op het Songfestival, dat het live qua zang helemaal er niet eruit komt. Ja, dat denk ik ook. Minder concurrentie voor Nederland. Dat is ook waar. Ja. Foemf. 2, wat? Wat? Jij bent nog aardig positief. Ja, maar het is een kind. Het is een kind. Kom op. Ja, nee, ja, ik vind het echt gewoon niet om aan te horen. Ik heb een 5. Ik ook. We zijn het weer met elkaar eens. Ja, dat is goed. Gewoon een mooie voor de middenmoot. Ja. Ja. Ben je benieuwd of Ierland onderaan in onze ranking is geëindigd? Check dan eventjes songfestivalupdate.nl.